zijn hier nu op de Music Fashion Art Fair in de Lichtfabriek in Haarlem. Dit is de allereerste fair op Pinksteren. Het is mooi weer. Er is van alles te beleven hier voor jong en oud. Zoals u hier achter ziet, hebben we straatmuzikanten die gezellige bijdragen hebben voor de sfeer. Saxofoonschool waar kinderen muziek kunnen maken. Heerlijke foodstandjes van kaasboeren, pies, van alles en nog wat lekkernij. De koffiekar met heerlijke koffietjes. We zijn verschillende standjes met muziek, fashion, art, zelfgemaakte kunst. We hebben Stijf Stijf erbij getrokken. Die hebben een aantal kramen en die gaan kinderen vermaken. We willen graag dat kinderen gestimuleerd worden creatief bezig te zijn en Stijf Stijf gaat daarvoor zorgen. We gaan zeker voor een tweede fair 14 september, ook op een zondag. De derde fair staat ook al in de planning. Het is een samenkomst van allerlei creatieve mensen uit verschillende hoeken, van verschillende niveaus, maar wel van goede kwaliteit. Het is Luilak, de dag voor Pinksteren. En zoals elk jaar wordt de Potjesmarkt in Haarlem weer druk bezocht. Komt u vaker op de Potjesmarkt? Ja, ik kom elk jaar. Daar heb ik een heleboel planten gekocht. En dat zijn ook een beetje mijn vrienden geworden. En hoe kunnen planten je vrienden worden? Nou, door ze heel goed te verzorgen, tijd tot tijd water geven en goed de verdorde bloemen eruit halen. Wat is er zo bijzonder aan deze aardbei? Deze zijn doorbloeiend en komen dus elk jaar weer. Ik ruik ze ook echt. Het ruikt hartstikke zoet. Welke van de twee zijn dat? Dat zijn de verse aardbeien die wij ook verkopen. Wat vind je er leuk aan? Nou, de sfeer, nieuwe planten, allerlei kleuren. Je krijgt zin in de tuin, ook al hebben we geen tuin. Balkonnetje. Zie dat jij prachtige zonnebloemen in je handen hebt. Heb je die net gekocht? Wat vind je zo mooi aan zonnebloemen? Want ze hebben zo'n mooie kleur. Luilaknacht is rustig verlopen en de bloemisten hebben goede zaken gedaan. Luilak staat natuurlijk in teken van gekke dingen doen, shit op de ramen schrijven. Gewoon lekker kladderen op iemands auto. Maar wij gaan ook gekke dingen doen. Wessel, wat is ons plan vanavond? Ons plan is om een radio te maken vanuit een bakfiets. Dat vind ik wel gek genoeg. Ja? Maar we willen iets geks doen. Mij lijkt het wel leuk om bijvoorbeeld hier een plant mee te nemen. Nou, er zijn er genoeg. Er zijn genoeg planten. Bijvoorbeeld rozen hebben we net gemerkt. Rozen zijn in trek hier. Ja. En naar iemands huis te fietsen of zo en daar te brengen. Op maandag 9 juni vond in de Philharmonie het netwerkevenement Ga Eens Vreemd plaats. Wij bieden u een overzicht. Dit evenement houdt in dat zakenmensen, ondernemers, steeds meer op zoek moeten naar partners buiten hun bekende kleine kringetje. Kijk eens over de schutting van een ander netwerkevenement. Kijk eens over de schutting van een andere organisatie. Kortom, ga eens vreemd. Als het misgaat, dan ligt mijn kop op het hakblok. Het valt op. Het is anders dan anders. Ik kon me er niks bij voorstellen dat een weliswaar respectabele stad als Haarlem, dat die toch 19 netwerken zou hebben. Nou, ik heb begrepen dat de bedoeling is dat iedereen vanuit zijn eigen netwerk met iemand uit een ander netwerk in contact komt. Uiteindelijk misschien wel tot zaken komt. En dat is natuurlijk eigenlijk de hele essentie van netwerken, elkaar kennen. En wat dat betreft vervult dit zeker een hele mooie functie in het Haarlemse bedrijfsleven. Nou ja, blijkbaar wel, want er is veel behoefte aan, omdat we ruim 700 aanmeldingen hebben. Dus dat is geweldig. En hier kan je natuurlijk ook in één avond kan je zien wat voor netwerkorganisaties er allemaal in Haarlem zijn. En hier kan je dus een rondje lopen en kijken, nou, waar voel ik me thuis en wat vind ik interessant en waar ben ik nu lid van, waar wil ik lid van worden. Dus er is absoluut behoefte aan, ja. Het is vandaag zondag 8 juni en we staan hier bij Snow Planet voor de Mini Downhill Cup. We gaan voor u een kijkje nemen.
Downhillen is een vorm van mountainbiken die eigenlijk in Nederland niet echt toe te passen is, omdat er gewoon te weinig hoogteverschil is, te weinig echte bergen zijn. Je kan het zien als de meest extreme tak van het mountainbiken. Het gaat vooral op tijd, het is zo hard mogelijk van beneden, van boven naar beneden, met grote sprongen, kombochten, moeilijke secties, dat soort dingen. We hebben hier een perfecte situatie liggen. We hebben het hoogste punt in de omgeving. Daarnaast hebben we het omliggende terrein van Snow Planet. Hier was vroeger borstelbaan. Het is eigenlijk in onbruik geraakt. En daarom hebben we vorig jaar besloten om dit in te gaan richten om te kunnen mountainbiken. Ik vind het parcours erg goed gelukt. Ze hebben erg veel verschillende obstakels in het parcours verwerkt. Dus eigenlijk alles wat je in het buitenland vindt, hebben we hier in het klein proberen na te maken. Dus we zijn met een man of 80 aan alleen rijders. Het is prachtig weer, dus iedereen heeft gelukkig zijn familie en vrienden meegenomen. Dus tot nu toe is het zeker geslaagd, ja. Het parcours ligt er te gek bij. De opkomst is groot. De sfeer is heel gemoedelijk, competitief, maar wel echt heel leuk. Dus absoluut geslaagd.